Dit is De Stem van Heemskerk FM, met vandaag... Welkom in het weekend, Kees Pater. Nou, ik, ben, ik ben Kees Pater en ik presenteer elke zaterdag tussen 10 en 12 het ochtendprogramma Welkom in het weekend. En dat doe je al vijf jaar, heb ik begrepen? Ja, al vijf jaar. Ja, met, met heel veel plezier. Ja. Ik wou net vragen, het vervult nog niet? Nee, het verveelt zeker niet. Dus we gaan er lekker lang door. Ja. Okay. Het was een bijzondere uitzending vandaag, hè? Ja, een ja, gast in de studio. Um, het onderwerp kanker, uh, wat voorbij komt, waar een gezin door wordt uh, getroffen. Dus uh, ja, dat uh, is een gevoelig onderwerp. Um, wel weer een mooie actie die eraan gekoppeld uh, is om uh, geld binnen te halen voor, uh, voor Kika. Maar ja, soms zijn er hele vrolijke onderwerpen, maar soms ook uh, ja, minder leuke onderwerpen. Maar ja, dat hoort uh, ja, bij het leven. Hè? Dat is dus een allesomvattend uh, programma, eigenlijk wat jij maakt. Hè? Hoe kom jij zo aan je gasten? Nou, als het toch zelf wel mensen benaderen. Enkele keer benaderen mensen mij ook. Van joh, we willen wat leuks uh, doen. Maar toch zelf ook wel uh, goed uh, het nieuws in de gaten houden. Social media en mensen benaderen van joh, zou je het leuk vinden om uh, op de radio te komen? En de meeste mensen vinden dat uh, ook erg leuk. Dus uh, ja. Dus het, uh, het ligt goed in de smaak, jouw programma, blijkbaar. Nou ja, ik, uh, ja jij zegt het. <laughs> Hey, en wat voor soort muziek draai je dan? Nou, we proberen toch wel um, um, middle of the road muziek een beetje aan te houden. Dus ik probeer uh, wat jaren 80, jaren 70, uh, uh, jaren 90. Uh, wat nieuwe muziek ook, Nederlandstalige muziek. Ja, je moet het zo zien. Het moet voor iemand die die radio luistert, moet het gewoon van alles, van alles en nog wat uh, zijn. Dus, uh, ja. En naast het uh, radio maken, wat zijn uh, jouw hobby's nog meer? Nou, ik mag graag op de fiets zitten, op de racefiets, op de mountainbike, in onze prachtige duinen bijvoorbeeld. Dus um, ja, zo probeer ik ook een beetje gezond te, te blijven. Ja. ja, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Hè. En wat zijn je toekomstplannen? Met toekomstplannen, bij de radio bedoel je? Of, uh... Ja, maar nou laten we met de radio beginnen. Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een hele leuke hobby voor, uh, voor ons als uh, vrijwilligers. Maar, maar het zou natuurlijk een droom zijn als je dat uh, voor je werk uh, zou kunnen doen. Dus of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Maar ik blijf dromen. ja. Maar ja. Je merkt, je merkt het zelf wel op, je werk. Wat doe je voor werk? Ik ben, ben al jaren ben ik, uh, werkzaam in, in de commercie, dus uh, verkoop en sales. En, um, dus, um, dat doe ik door de week met heel veel plezier. En dan, uh, de uitlaatklep is hier uh, op zaterdag bij de radio. Een hele plezierige kerel. En ook getrouwd, begrijp ik. Ja, ik ben, uh, ik ben getrouwd en uh, twee kinderen uh, van uh, bijna uh, 16 uh, jaar, jongen en een meisje. Dus um, het, is, uh, het is thuis ook heel gezellig. Ja. Oh, en uh, heb je daar nog speciale dingen die je met elkaar doet? Nou ja, goed, ja. De, de, de dingen die je doet hè, als gezin, de kids die, die sporten allebei. Dus een dus, uh, school vraagt aandacht. Dus uh, al met al uh, is de week goed gevuld, uh, zeg maar. Oké, okay, nou ik uh, wens je nog veel plezier en uh, inderdaad uh, veel lol op de radio. Nou dat uh, gaat zeker lukken, want we met elkaar hebben we het ontzettend naar onze zin. en We maken veel plezier.